op de Poldervaar in de Spinnen in Goes, in Goes Noord. We gaan even een rondleiding doen, want er is van alles te doen hier zo. Dat de mensen zelf even kunnen vertellen voor wat ze staan en wat voor doel. Dus volg bij mij. Oh, kijk. We gaan even vragen wat deze mensen... Hallo, ik ben van Zeeland Sounds. Wij doen een kort filmpje maken. Ja. U bent van hier, hè? Ja. Ja, van hier. Ik ben van de Ruilweg. Oké, nou. We hebben hier een reparatiecafé. Dus een reparatiecafé is dat mensen iets mogen aanbieden ter reparatie. Vrijwilligers, en die maken het, of die hopen het te maken. Dat doen jullie gewoon hier? Ja. Oh, gaaf. Vrijwilligers, ja. Aan vrijwilligers, voor niks? Ja, niks, graag. Ik ben mijn broek vergeten. Ja, kijk. Nou, gauw naar huis. Nu kan het. We zijn er tot 5 uur. Maar dit is wel leuk. Je doet echt... Maar we hebben niet alleen een naaimachine. We hebben ook mensen met gereedschappen. Dus elektrische lampjes, draaikijker, waterkoker, noem maar op. En we kunnen niet alles maken. Want net als dvd's of cd-roms met lasers en zo, dat is lastig. Maar we proberen het wel. En jullie zijn van de ruilwinkel in Goes Noord ook? Of het is bijna in het centrum. Eigenlijk hoort het bij West. In de Kouwervenstraat. Dat doen jullie gewoon voor iedereen om te helpen? Ja. Ja. Het zijn allemaal vrijwilligers? Ja, allemaal vrijwilligers. Maar ook omdat we het belangrijk vinden dat de duurzaamheid, dat iets niet weggegooid wordt. En waarom zou je iets weggooien als het nog gemaakt kan worden en als je het nog kan gebruiken? Dan geeft het altijd nog een tweede leven. En zo is de ruilwinkel natuurlijk ook ontstaan. Dus vandaar. Nou, hartstikke bedankt. Wij gaan verder naar de volgende. Echt super werk dat jullie doen. En ik ben helaas mijn kleding vergeten van alles te kunnen maken. Ik zit even in de tussentijd te kijken, want jullie doen workshops. Van wat zijn jullie? Ik ben Agnes Huisman en ik ben een soort coach. En ik doe allerlei workshops en ik geef klankhealingen. De workshops zijn bijvoorbeeld om doekjes te maken met... deze substantie erop, dat je lekker zonder plastic door het leven kan gaan en in verschillende maten kan je die maken. Kan je gewoon naar de winkel gaan en kan je alles in laten pakken. Het is antibacterieel. Je kan, ja, deze zalfjes, die zijn heel goed. Die zijn gemaakt van bijenwas en kokosmelk of kokosolie. En daar zitten kruiden in. Die maak ik zelf zelf, ja, en ik geef daar ook cursussen in. Oh, dat is, dat is apart. Dat maakt ze gewoon zelf en ze geeft... Ik ben acupuncturist, maar ik heb een klein beetje de acupunctuur losgelaten. Dus ik doe meer massages en shiatsu. Alleen ooracupunctuur en af en toe. Ben ik blij dat u dat zegt, want ik weet, acupunctuur is met naalden. Massages, toppie, maar naalden niet. Nou, ik ga verder. Ik wens u veel succes vandaag. Zijn jullie van dit? Ja, sorry. Dat is de dikke. Nou, ik kan me voorstellen, ik ben van Zeeland Sounds. We worden gefilmd. Dus we gaan een film van maken. Vooral van Poldervaar vandaag natuurlijk. Kunnen jullie in het kort uitleggen voor wat jullie staan en wat jullie doen en voor wat? Nou, we spelen toneel in onze vrije tijd. Iedere woensdagavond repeteren we de Vroning Kapellen. Dus we zijn eigenlijk wel een Goese vereniging, waar we repeteren kapellen. Omdat die te duur werd in Goes. En dan zoeken we een stuk uit en dan proberen we met mensen dat stuk langzaam op te bouwen. En dan hebben we in november altijd de première meestal. We spelen in Capelle de Vrouwen, we spelen hier in de Spin in Goes, we spelen op Nissen en we spelen op Willemineur. En zo eigenlijk ook was op Wolfertsdijk. Jullie hebben dus best wel veel mensen die toneel spelen, veel toneels. Dat we nou een beetje een probleem hadden worden, we zouden best wel mensen kunnen gebruiken. Vandaar ook die bende die we gemaakt hebben. Ziet u erin dat we komen spelen, meld u zich aan graag. Alles is welkom. Mannen, jongen, mannen, vrouwen, jonge, oudere mensen ook wel. Maar... Ja, want toneelspelen, dat doen we meestal over een dagelijks leven. Ja. Eerlijk is eerlijk. Ja, dat zei je ding vol in de tijd wel. Ja. Je moet wel eens toneel. Ik heb jaren aan de machinesjong gestaan. En dan moet je ook wel eens, ook een dingetje, draai die rot. Dan moet je toch netjes blijven. Ja, natuurlijk meneer, jazeker meneer, jazeker. Dat is... de garage. En dan heb ik ook wel eens mensen, dat zijn de klanten met gebruiksaanwijzing. Die moet je toch een beetje proberen met bepaalde egaars te behandelen. Dat ze toch niet merken dat ze voor de hek houdt. Altijd blijven lachen, netjes en beleefd, hoe je eigenlijk voelt. Nou, ik vind het super, want ik heb vroeger ook toneel gespeeld. Ik ga je sowieso mijn kaartje geven. Nee, dan kunt u daar sowieso een mail naar doen, zodat we nog meer informatie kunnen hebben. En misschien kom ik bij de première een keer spontaan een keer langs.
Dat lijkt me ook super om dat eens te zien. Hallo dames, Hoi. Ik ben Natasja Volkers van Zeeland Sounds. Kunnen jullie in het kort even uitleggen wat jullie doen, voor wat jullie staan? Wij staan voor Inloophuis Oase. Is hier in de Goense Polder. Is een gewone woning waar je dus 4 ochtenden in de week in de ochtend lekker koffie kunt komen drinken. En er zijn verschillende activiteiten. Vorig jaar hadden we dus als thema het Aziëjaar en nu hebben we als thema het Zeeuwse jaar. Mijn naam is Johan en ik ben hier namens Zeeland Sounds in Goes, bij de Polder Fair. Ik weet niet wat het inhoudt, maar dan gaan we intussen vragen aan de mensen hier. Dus loop gezellig met mij mee. Hallo, hoe heet jij? Luna. Luna. Dat is een mooie naam. Heb je een beetje een zin hier? Ja. Weet jij wat de Polder Fair is? Ja, dan kan je hele leuke dingen doen. Oké, zoals wat? Zoals deze soort gangetjes maken. Je kan hem zelf maken. Dat is mooi. En dus je hebt ook een knutselhoekje hier. Ja. Ja? En waar is dat? Oké, zullen we daar dadelijk even naartoe lopen? Ja. Ja, dan ga ik met je mee. Nou, we zijn hier bij de knutselhoek. Ik zeg een hele goede middag allemaal. Nou, ik had aan haar gevraagd wat de Polder Fair inhield. En zij zei nou dat er allemaal leuke dingen gedaan worden. Zoals knutselen. Nou, dus ik wil wel eens weten wat jullie allemaal aan het doen zijn als jullie het niet erg vinden. Nee? Nee. En een fotolijstje kunnen ze knutselen. Waar je het overblijft van de snoepketting. Ja, dat is heel populair. Nee, hartstikke leuk. Ja, hartstikke leuk. Ja, heb je ook een snoepketting gemaakt? Ja. En waar is ze gebleven? Ja, dat dacht ik wel, in je buikje. Leuk. Ja. En jij, ben je ook aan het maken? Dat is heel mooi. En ik ga raden hoe jij heet. Jij heet Mike. Ja. Nee, hoe heet ik dat, hè? Oké, dan lopen we hier bij de kledingbeurs. Ah. Goeiedag, hallo. Ik ben Johan van Zeeland Sounds. Ik wil vragen, wat houdt het hier in? De kledingbeurs, mag ik u vragen? De kledingbeurs? Wij verkopen tweedehands dames, heren en kinderkleding en speelgoed. Oké, en zelfgemaakte schoentjes of gehaakte schoentjes? Gehaakt, ja. Doe je zelf? Nee, dat heb iemand anders gedaan. Oké, dat ziet er heel leuk uit. Ja, dat is best.
En dit is allemaal gedoneerd? Mensen kunnen dat inleveren en ze kunnen er een klein stukje zelf aan verdienen en een klein stukje voor zichzelf. Oké, en kunnen ze dat bij een bepaald punt wegbrengen? Of ze kunnen het brengen bij Pimmy Kopers. En dat zit? Die woont in Goes Noord. Oké, en heeft ze daar een e-mailadres van ofzo? Oké, nou, ik zal zorgen dat het op de site terechtkomt. Voor de mensen, als het goed is. Ja. Oké, super. Oké, nou. Dus... Oké, en dat is ook hier? Dat is ook hier, maar dan in de andere zaal. Oké, nou, te gek. Ik zal er zelf op de site zetten. Doen we. Dank u wel voor het interview. Graag gedaan. Nou, we zijn hier nog steeds op de Polderver. En hoe heet u, als ik graag mag? Hans van Lint. Aangenaam Hans van Lint. Mijn naam is Johan van Ikkelijkhuipen. Wat houdt de buurtpreventie in? De buurtpreventie houdt in dat we proberen de mensen in de wijk bewust te maken dat we het met z'n allen moeten doen. Dat we een beetje op elkaar spullen moeten letten. Dat we een beetje elkaar moeten ondersteunen. En dat we samen de wijk proberen zo leefbaar mogelijk te maken. Ja, ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam vandaan. Ik heb jarenlang in Rilland gewoond. Hoe staat het met de criminaliteit? Valt het wel mee? Of? Nou, toen ik hier een huis ging kopen, toen zei iedereen, ga jij in Goes Noord wonen? Dat is hartstikke slechte wijk. En nou, ik kan je vertellen, het is een heerlijke wijk om te wonen. Met de criminaliteit valt het o zo mee. En zelfs sinds dat wij de buurtpreventie hebben, is het aantal inbraken het minst van heel Goes. Dus ik zou zeggen, er is helemaal niks op aan te merken in die zin. Ik bedoel, het is altijd ruimte voor verbetering. En vandaar ook dat we proberen zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om mee te doen. Ja, want dit is een project van buurtbewoners onder elkaar? Of? Dit is een vrijwilligersgroep. Mensen doen het vrijwillig. Wij worden ondersteund door de gemeente. Dat betreft dan de kleding en de facilitering van ruimte om te vergaderen enzovoorts. En de rest is het gewoon op vrijwillige basis. Er staat geen beloning of wat dan ook tegenover. Ja, nou ik loop hier regelmatig in de buurt. Ik vind het een hele schitterende mooie buurt. Houdt er dan ook in dat als er bijvoorbeeld misstanden zijn of buurtruzies, dat het eigenlijk een beetje bemiddeld of zo? Nou, daar zijn natuurlijk andere vrijwilligersorganisaties voor. Maar wij verwijzen mensen door. Als bijvoorbeeld een burenruzie is, dan is het eerste wat ik altijd zeg, heeft u al eens gepraat met uw buurman? Kunnen de mensen zich aanmelden voor dit soort... Ja, de mensen kunnen zich aanmelden via onze site. En dat is bp@goesepolder.nl. En dan krijgen de mensen een korte cursus. Dat duurt één avond. En daar leggen we de mensen in uit wat ze wel en wat ze niet mogen. Want we zijn natuurlijk allemaal burgers. We hebben allemaal onze rechten, maar ook onze plichten. Het is niet de bedoeling dat mensen politie gaan spelen. Dingen die boven hun capaciteit gaan, die moet je gewoon aan de politie overlaten. En dat zijn dingen, ook hoe je mensen moet benaderen en dergelijke. Dat wordt dan uitgelegd, wat je wel, wat je niet moet doen. Zodat mensen zich in ieder geval beschermd weten. En ook is het zo, ze gaan een vrijwilligerscontract aan met de gemeente Goes. Daardoor zijn ze ook een gedeelte verzekerd. Mocht er iets gebeuren, dat ze in ieder geval ook daarop terug kunnen vallen. En dan hebben ze ook twee keer per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst. Waar ze gratis naartoe kunnen met toneel en muziek. En dan hebben we één keer per jaar de kerstborrel en dan krijgen de mensen ook nog een aardigheidje. Nou, ik vind het geweldig. Ik zou zeggen, ga door met het fantastische werk. En ik hoop op heel veel vrijwilligers. Graag, dankjewel. Een hele fijne dag, dankjewel. Dames en heren, goedemiddag nogmaals vanaf deze kant hier. En Oberon die komt zo meteen terug, dames en heren. We hebben nog een ingelast programmaatje vanmiddag van onze zanger. Hij zou hiernaast optreden, maar dat werd even wat moeilijk. We hebben natuurlijk uiteraard bereid gevonden dat wij onze medewerking daaraan zouden verleden, dames en heren. En begroeten met een hartelijk applaus. Hij had in eerste instantie liggen aan jullie. Dan doen we twee nummers en dan gaan jullie weer verder. Klopt dat? Nu al. Laten we nog één nummertje doen, kan dat? Eén nummer. Oké, Johan, we doen straks daarna nog even een nummer. Geen probleem. Gij doet Buonasera, Signorita. Zanger Johan, beroet hem met een hartelijk applaus. Dankjewel. En dat mag natuurlijk gedanst worden. Buonasera,
Buonasera Sirina, buonasera. It's time to say goodnight to Napoli. Well, it's hard for us to whisper, buonasera. We know what about the Mediterranean Sea. In the morning, Sirina, we're walking. When the mountains in the sight come into sight. By a little Jewish shop, we install a lingo. While I find you ready me for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, Sirina, kiss you goodnight. Buonasera, Sirina, kiss you. Here we go! Buonasera, Sirina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. When I threw up to his verb on the Sierra, with the old moon above Mediterranean Sea. Oh, in the morning, Sierra, we were walking. When the mountains in the sight come into sight. By a little Jewish shop, we stumbled in the wild and find you many things for your fingers. U bent van de dansgroep. Welke dansgroep is het? Dat is dansgroep Oberon. En wij dansen hier in de wijk. In de Erasmuslaan. Heet het? Torbekkelaan. In de Torbekkelaan. Aan de Torbekkelaan op donderdagavond. En wat doet dan speciaal? Wij doen dansen van over de hele wereld. Internationaal, Nederlands, Roemeens, Israëlisch, Armeens. Overal vandaan. Oké. En als mensen mee willen komen doen, kom eens een keertje kijken op de donderdagavond. Okay. Aan de Torbekkelaan, de gymzaal. Is er misschien ook, tot 10. Is er misschien ook nog een website? Of een, We hebben de website oberon.nl. Ongeveer. Google maar op Oberon en Goes en je vindt het. Oké, oberon.nl, dames en heren. De dansgroep. Succes!
De DJ van vandaag, DJ Peter. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, goed joh. Het is weer een breed programma wat we vandaag presenteren tijdens de Polderfair 2018. Ja, ik zie alle soorten muziek draaien. Dat is weer een volkdansgroep door Oberon. Hè. Wij zijn van de dansclub De Vriendschap. Wij doen stijldansen, Latin, ballroom, line dance en dergelijke. Dat is weer een toevoeging op ons programma. Overigens zijn onze dansers zijn helaas verhinderd vanmiddag die nog een workshop zouden doen. Maar oké, we hebben toch weer een leuk programma. En als stand-in hebben wij natuurlijk zanger Johan. Ja. Nou, ik ben Natasja Volkens van Zeeland Sounds. We zijn natuurlijk nog steeds op de Polderfair in Goes, de spinnen. En ik heb hier iemand van Nieuw Goes. En die ga ik even vragen, wat houdt het in? Dus aan u, ten eerste uw naam natuurlijk. Ik ben Nelly Bliek, ik ben 50 jaar en ik ben lid geworden van Nieuw Goes, de nieuwe lokale politieke partij uit Goes. We hebben de folder inderdaad, de flyer met onze standpunten erop, maar wij gaan voornamelijk voor transparantie in de politiek en dat de burgers ook beter geïnformeerd worden. Ik heb zelf een column, die heet Nelly's Blik. Die hebben de jongens verzonnen omdat ik Nelly Bliek heet en ik heb een andere blik op de wereld dan de gemiddelde politicus, omdat ik in de bijstand zit. Dus de combinatie bijstand en politiek, die is niet dagelijks... Dat zie je zelden. En u weet dus hoe het is. Ik weet dus uit de praktijk hoe het gaat. En niet van bovenaf van wij doen aan armoedebestrijding, want ik weet wat armoede is. En wat of er dus wel goed gaat en wat of er niet goed gaat. En hoe de gemeente dus zijn werk doet, ervaar ik aan de lijve. En ik bezoek dus instellingen en personen die dus ook in mijn situatie zitten. En mensen die dus opkomen voor de zwakkeren in de samenleving of voor de armoede in de samenleving. En die geef ik een ganzenveer voor de waardering, zeg maar, voor het werk dat of ze doen. Dat is wel mooi. En het mooiste vind ik ook, net zoals zag, u weet hoe het is. We zitten samen. Hoe het is, ja. Ik ervaar het aan de lijve hoe het is. En ook vooral de uitspraken van, ja, je kan toch makkelijk aan het werk. Iedereen die werken wil, die kan gaan werken. En ik heb ook in mijn eerste column in de inleiding uitgelegd van, ja, ik wilde aan het werk. Ik wil nog steeds aan het werk. Maar ik heb een burn-out gehad. En als ik weer aan het werk ga, dan komt de man met de hamer langs. En die legt mij gewoon weer neer. Dus... het zit er nog niet in hoe graag ik ook wil. En dat is, velen met mij zitten in dezelfde situatie en die herkennen dat ook. Dus ik heb inmiddels al een flink aantal volgers en het wordt eigenlijk steeds leuker. Ik vind het geweldig, nu dat ik het hoor, want ja, in principe kende ik het niet. Hey, want iedereen weet dat ik niet uit Goes kom, maar hey, ik ben toch een beetje Goesenaar nu. Maar dat je ervoor gaat, ondanks voor je burn-out die je hebt gehad... Je gaat ervoor. Ik wil niet, maar mijn hoofd wil nog steeds. Dus ik kan hier met mijn hoofd werken en dat is gewoon fijn. En het belangrijkste, u doet het met uw hart. Ik doe het met hart en ziel en ik, ja, je betekent weer iets. Want tussen vier muren, laten we eerlijk zijn, daar word je echt niet vrolijk van. Dat klopt. Nou, ik wil u bedanken. Dus ik ga natuurlijk uw column bekijken. En is het op Facebook? Waar kan ik het vinden? Facebook Nieuw Goes. En op de website www.nieuwgoes.org kun je alles vinden. Staat ook mijn column gepubliceerd. En al onze standpunten. Nou, geweldig. We gaan nog een keer het foldertje laten zien. Ik zou zeggen, ik ga de column lezen allemaal. En we gaan ervoor. Heel erg bedankt en een fijne dag verder. Hallo, hallo, hallo. Goedemiddag als ik het goed heb. Mijn naam is Glot. En ik ga een paar liedjes voor jullie doen. Blijf lekker doen wat jullie aan het doen zijn. Geniet van jullie mooie dag. Het is lekker warm hier binnen. Ik heb iemand meegenomen. Ze is een jong talent hier in Goes. Mensen weten volgens mij nu pas van haar. Maar ik ben echt trots op haar. En ik ben sowieso trots op Goes. Ik doe alles voor Goes. Dus applaus voor Anisha. We're all so shy, so us.
als je bij me was, bij mij vanaf, dan kon je horen. Na na na, na. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als je me aankijkt, lieve schat. Ik weet niet eens meer waar ik moet beginnen. Het gaat iets anders dan ik had verwacht. Dit kan niet zo doorgaan, gevoelens zeg het dus. Dat heb ik verbroken, je snap heb ik gewist. En ik wou niks meer van je horen, maar heb je stiekem toch een min. Je moet zo ben ik betaald bij het jou, maar volgens mij heb ik me vergist. Hoe kan ik nog vechten voor iets wat er niet meer is? Doet het nou echt niks met jou, na na na. Oh baby. Baby, als je bij me was, bij mij vanaf, dan kon je horen. Want ik had dit nooit verwacht dat jij. Dat jij zo was. Oh baby, als je bij me was, bij mij vanaf, dan kon je horen. Na na na, na. Ik kon met jou zijn wanneer je bij me blijft. De weg naar hier, dat was een lange reis. Ga je blijven, baby, rijd voor tijd. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als je me aankijkt, lieve schat. Ik weet niet eens meer waar ik moet beginnen. Maar dit gaat iets anders dan ik had verwacht. Laat je horen voor Anissa, dames en heren. Ze heeft het top gedaan, ik ben trots op je, man. Laat je nog één keer horen alsjeblieft, dames en heren. Mag harder, mag harder. Dankjewel Anissa. Heel erg bedankt. Ik ga nu een liedje voor jullie doen. Ik kom uit een moeilijke tijd. Ik weet niet of veel mensen daarmee bekend zijn. Mijn ouders gingen uit elkaar. Ging een heleboel mis en heb ik een liedje geschreven. Dus ik schrijf alles op papier, dus gooi maar. Hey. Ja. Klein lachen, maar van binnen is die dood schiet. Van de gedachte dat papa echt weg is. Hoe mama er geen pijn meer doet en zeggen dat ik hem mis. Daarom zeg ik niets, ik draag de pijn in mijn bek. Trek ik hout op mijn rug, voorbij als ik terugdenk. Hoe mama niet laten weten dat ik verdriet heb. Dus maak een fake smile, zo van hen is niets apps. Papa, jou de steen, voor mij zijn jullie één. Loop je tot het eind, loop je blijf, jij je weet. Papa, jou de steen, voor mij zijn jullie één. Loop je tot het eind, loop je blijf, jij je weet. Ik ga niet kiezen tussen mijn pa en ma. Voor mijn bruis en zusters, je past in parijn, maar jullie moeten ook weten dat het moeilijk is. Verhalen die verhalen, daar ik hoor alleen maar bullshit. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand weet wat ik bedoel. Toch blijven ze praten. Toch blijven ze haten. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand weet wat ik bedoel. Toch blijven ze praten. Toch blijven ze haten. Ik heb niemand nodig, zal mijn eigen route lopen. Onderweg naar succes en alle bad tips ontbloot. Foutere mensen maken hoe mensen kan gedragen. Neem ik mee voor in de toekomst en word ik een goede vader. Want mensen alleen kunnen is alleen haat en lul. Alleen met negativiteit kunnen ze mondje weer vullen. Paps weg en niemand die mijn pep tot zal geven. En hebben het niet door en ik zal er meer in. Had nooit verwacht dat waar weg zou gaan. Stiekem in die spijt, maar daar denk ik niet aan. Alles komt goed en dan blijf ik ook hopen. Volg het goede pad, want we kunnen niet ontlopen. Had wat verwacht waar weg zou gaan. Stiekem in die spijt, maar daar denk ik niet aan. Alles komt goed en dan blijf ik ook hopen. Volg het goede pad, want we kunnen niet ontlopen. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand weet wat ik bedoel. Toch blijven ze praten. Toch blijven ze haten. Niemand weet hoe ik me voel. Niemand weet wat ik bedoel. Toch blijven ze praten.
toch blijven ze haten. Je moet mensen maar laten praten, je moet mensen maar laten haten. Dat blijf je niet doen. Dat is goed, man. Ik heb mijn Young Boys meegenomen, kom maar. Ik heb een liedje geschreven voor Goes. Ik hou zo erg van Goes, jullie weten niet. Dat ligt echt in mijn hart. Ik ga je nooit verhuizen. Mijn kinderen worden groot hier. Want ik hou van Goes. SWO, bedankt dat ik hier mag zijn. Zonder jullie ging ik nooit rappen. En zonder jullie zou ik nooit zo groot zijn als ik tot vandaag nu ben.